Zo. En being paralyzed. Yo mensen, op toen is een nieuwe video. En deze video speel ik terug Minecraft Survival. Maar dus hier is onze automatische skeleton farm. En ja, dat is vrij cool. Ja, meer heb ik er eigenlijk niet op te zeggen. Dus hier is onze automatische skeleton farm. En er zitten al best veel spullen in. En die bones kan ik ook gebruiken voor... Ik weet dat niet, voor hondjes of zo. Als ik ooit honden ga pakken of zo, weet ik veel. Maar wat ik nu van plan was, is om een railway te bouwen naar mijn basis. Ik heb ook heel snel, misschien een 5 dagen of zo, van 160 naar 170 gegaan. Jullie zijn zo van, oh, ik doe dat in 1 dag. Ja, fuck jullie, ik doe dat niet in 1 dag. Dus ja, kom dan vechten. Deze cutlift moet ook nog eens vervangen. Maar wat ik mij eigenlijk besef op dit moment, is dat ik eigenlijk over iets moet gaan praten. Het is gewoon saai als ik gewoon altijd zo zit te lullen. Ja, mijn video's zijn eigenlijk sowieso saai, maar ja, dat is iets anders, weet je? Dat dus, ja, ik heb mijn eigen zo net gedist. Ja, weet je, dat maakt niet uit, ik doe dat meer eigenlijk. Ik ben zo goed in mijn eigen dissen, maar andere mensen dissen ken ik niet. Maar misschien sommige mensen al is opgevallen dat ik een uniform heb. En nu gaan jullie zo van zijn van, Wouter, zit je op een uniformschool? Geef ik daar iets om? Nope. Soms zijn er wel zo'n momenten van, waarom ik nu een uniformschool? Dat is kut, dat is stom, ik mag niet kiezen wat ik draag. Maar weet je, het heeft ook zijn voordeel. En ja, laten we zeggen dat het eigenlijk meer voordelen heeft als nadelen. Ze lach je niet uit of zo, omdat je geen stijl hebt om kleren te dragen zoals ik. Wat ik dus ga doen, dus ik ga hier gewoon de waterlift een soort van uitbreiden, die ik dan later ga vervangen zoals ik al 1000 keer heb gezegd. En ja, dat is weer heel slim van mij, nu kan ik er niet uit. Dat heb ik weer heel goed gedaan, jee. Nu staat trouwens mijn audio kwaliteit. Kwaliteit, ik weet niet wat kwaliteit is, jongen. Hey! Ik had trouwens ook een soort van vast upload schema invoeren. Dat is toch de bedoeling? Hoe lang dat ik mij daar aan ga kunnen houden? Dat is, dat is de challenge eigenlijk. En het gaat als volgt. Gewoon elke vrijdag een Minecraft Survival waar ik lul over mijn week. Niet letterlijk, neem alsjeblieft. Ik ga dus eerst wat water pakken. En ik ga trouwens ook al die troep hier eens wegpakken. Al die troep, godverdomme. Domme. Zoals je ziet heb ik hier allemaal van die dingen moeten opzetten. Maakt dat scheid lelijk en... Oh, dit gaat echt nog veel gebeuren. Nee, er niet over springen. Kijk hè, dat is heel makkelijk op te lossen. Op diebe! Ik heb wat sticks. Maar het was een dikke voice crack, holy shit. Ik heb zoveel voice cracks. Al mijn vrienden zeggen, Wouter, je hebt veel voice cracks. Zeg zo, ja, dat weet ik. 1 dag later, Wouter, je hebt veel voice cracks. 1 dag later, Wouter, je hebt veel voice... Ja, ik weet het al, godverdomme. Kan ik hier nog eens naar anders? Mooi. En dan hebben we dit. Weet jij hoe iemand scène had geschreven op zijn spreekbeurt? Zo. I'm not kidding at the moment, you know. Ja, serieus, zo scène. Van een scène van. Een scène van een film, begrijp je? En die had al zo geschreven. Dat is niet oké. Dat is nee. No! Zo. En being paralyzed. Oh ja, die is trouwens best veel beter. Ja, ik deed dat erom trouwens, om dat te hebben. Ja, dat deed ik echt. Ik heb een probleem. Dat klopt niet. Fuck. Of, ah nee, wacht, laat maar. Klopt wel. Nevermind, mannen, nevermind. Vals alarm, zei ik u. Want ja, zo valt het eigenlijk. Eigenlijk moet dat niet, want... Ja, zo ziet het er ook wel goed uit. Ik bedoel, als... Ja, dan doe ik het zomaar, dat is ook over mij. Ja, hier gaat dan het systeempje komen. En niemand weet wat ik bedoel. Maar mensen, ik ga dat systeempje offscreen afwerken. En dan gaan jullie de volgende video zien wat dat is. Dus de volgende vrijdag. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje? Abonneer! Ik zie jou de volgende keer. En de volgende keer meer dan. En ja, nog een leuke dag of zo. Doei.